Goedemorgen, actie Waterkracht is begonnen. Een week lang drinken we alleen maar water. Met vandaag in het eerste Waterjournaal, waarom is schoon water belangrijk? Wat voor projecten doet Dorcas in het buitenland om schoon water te krijgen? En Wilfred gaat in Utrecht op pad met jerrycans. Actie Waterkracht is terug van weg geweest. Een week lang laat je je alcoholische dranken, je koffie, je thee, je sapjes staan en drink je een week lang dus alleen maar water. Nou, en er zijn natuurlijk wel wat spelregels, maar de spelregel die het belangrijkste is, als je een lepel moet gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij soep, dan mag je het wel hebben, want dan is het gewoon eten. Dus een soepje, dat mag gewoon. Ja, en bij de actie krijg je een boekje. En het boekje staat vol met leuke waterfeitjes, met informatie over de waterprojecten van Dorcas, met puzzels en waterproefjes. Dus superleuk. En als je hebt aangemeld en meedoet met Actie Waterkracht, dan heb je als het goed is €17,50 gedoneerd. En dat is niet zomaar. Voor €17,50 zorg je ervoor dat één iemand een leven lang toegang heeft tot schoon drinkwater. En dat is belangrijk, want wist je bijvoorbeeld dat 1 op de 4 mensen op deze hele planeet geen toegang heeft tot schoon drinkwater? Nou, welke problemen dat oplevert en geeft en welke oplossingen Dorcas biedt, ja, daar gaan we even naar kijken in deze video. Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. In Mozambique is dit ook het geval. Door de vele overstromingen wordt het water zout en raakt het ernstig vervuild. Het vervuilde water maakt de mensen zo ziek dat ze niet meer naar school of aan het werk kunnen. Ook krijgen veel mensen ziektes, zoals cholera, omdat er vaak geen goede sanitaire voorzieningen zijn. Schoon water is dus cruciaal om te voorkomen dat mensen ziek worden. In 2019 werd de hut van Sonia en haar familie verwoest door de orkaan Idai. Het land waar ze gewassen verbouwden veranderde in een onvruchtbare zandvlakte. Het gezin raakte alles kwijt en verhuisde naar een veiligere plek in het dorp. Om water te halen moesten ze elke dag ver lopen naar de rivier. Dit is ook nog eens gevaarlijk omdat er in de rivier krokodillen leven. Het water uit de rivier is bovendien sterk vervuild, waardoor Sonia en haar familie vaak ziek worden. Dorcas bouwt daarom in verschillende landen aan duurzame watersystemen, zoals waterputten en leidingen. Het water wordt automatisch opgepompt en gezuiverd. Ook hebben we programma's waar mensen leren hoe belangrijk hygiëne en schoon drinkwater is. Zo zorgen we ervoor dat er schoon drinkwater beschikbaar is voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare mensen. Doordat Dorcas een watersysteem bouwde in het dorp van Sonia, is haar leven en dat van haar familie flink verbeterd. Ze hebben geen last meer van ziektes, hoeven niet zo ver te lopen en het is minder gevaarlijk. Dit zijn dus de verhalen die je hoort. Mensen die kilometers lang moeten lopen voor schoon water. Ja, en je hoorde in deze video al meer over de ziektes en de gevaren van onzuiver water. Nou, bij Dorcas werken de 2 waterexperts, Annegeet en Esther. En die vertellen je meer over de gevaren van onzuiver water en wat dit met je doet. Er zitten gewoon allemaal bacteriën in het water. Bijvoorbeeld de E. coli-bacterie, wat zorgt voor diarree. Ik heb net nog even opgezocht. 1,6 miljoen mensen per jaar overlijden aan diarree. En een diarree is bijna altijd een gevolg van onzuiver drinkwater. Ik heb zelf 17 jaar in Afrika gewoond. En ik heb me daar echt over verbaasd. Op een gegeven moment dat ik me realiseerde dat het mensen het heel gewoon vinden om diarree te hebben. Dat het gewoon een soort chronische aandoening is. Ja. Dat mensen gewoon bijna niet beter weten. Ja, en daarnaast heb je nog allemaal andere ziektes, zoals cholera. Dat is eigenlijk een infectie in je darmen, wat ook door de cholera-bacterie komt. En die veroorzaakt ook weer ernstige diarree en dat is super besmettelijk ook. Ja, en wat je ook soms ziet is dat door oorlog of conflict, dat ook de controle op drinkwater natuurlijk minder is. En dat er ook bedrijven lozen of dat er door andere redenen, dat er natuurlijk chemicaliën in het water komen en dat daarmee een gevaar vormt voor de mensen. In Irak bijvoorbeeld is dat best wel een probleem. Een andere expert op het gebied van water is onze landendirecteur Florencio uit Mozambique. Hij herkent deze problemen die Esther en Annegeet beschrijven en zoekt naar de juiste oplossing. Uh,
availability of water, clean drinking water, in the area where we are operating has come really in a very, very long way of improvement. If you know, from the period that we have had Idai cyclone, which affected millions of people in that area, we had situations where people were actually getting water from the nearby rivers, dirty water. Others were getting from shallow, open wells. And this was not really sustainable. Now, Dorcas, in partnership with Practica, UNICEF, were able to build, just in that area, over the period of 3 years, 50 boreholes, which are linked not only to clean drinking water for people, but as well as, you know, water for livestock, because Dorcas is implementing a variety of projects in that same area, in the same geography. And some of that water actually is used also for livestock that those people have. So it is improving to some extent, but we still need more. Dit was onze landendirecteur Florencio uit Mozambique. En hij heeft het over de waterprojecten die Dorcas daar doet. Nou, een van de projecten, dat heet Watertime. En wat dat Watertime project nou precies is, dat zie je in deze video. Município de Nhamatanda, temos problema muito grave de água. Vemos alguns momentos muito difíceis no segundo e no terceiro bairro. Por quê? Havia problema de cólera no passado, não é? Porque as pessoas bebiam água com algumas impurezas. Realmente, a população para quinto bairro, ele deslocava uma distância muito longa, 5, 6 quilômetros. No sentido em que nós estamos num programa de mudança de sistema de abastecimento de água. A Watertime aparece num bom momento em que nós precisávamos muito para a zona em que eles introduziram o projeto. E isto trouxe um grande avanço, um grande desenvolvimento para aquela comunidade. O tema de água funciona a partir da fonte, posso dizer, chama-se tecnicamente manancial. Então a água, a partir de uma bomba submersível, é puxada para o tanque, que está lá em cima. De lá do tanque vem para aqui. Aqui tem uns dois reservatórios que nós chamamos token tap. De água, a pessoa sofria muito, saía em casa 4 horas e na fontenária dormir aí. Agora sim, já temos bomba, já está um pouco melhor. Ela é portadora das doenças. Nesse sentido, tendo água, isso pode melhorar. É que é a higienização, é a higiene pessoal, ou para uso, para lavagem de alimentos, banho mesmo, lavar de roupa, essa faz parte da manutenção, ou quer dizer, faz parte para não nada fora da contaminação das doenças. Porque outros saem de onde vêm buscando aqui. Então, através com outros furos alargados, então faz parte numa vantagem na comunidade. Junto com a população. En dan nu het korte waternieuws. De kinderombudsman en de speciale VN-rapporteur voor water en hygiëne vinden dat huishoudens met kinderen altijd toegang moeten hebben tot schoon water. Nu is dat niet altijd het geval als bijvoorbeeld de ouders niet de waterrekening kunnen betalen. Ja, wist je bijvoorbeeld in 2008 heeft een rechter al bepaald in Nederland dat het
afsluiten van water eigenlijk niet mag. En in 2010 is er bij de VN een soort van recht aangenomen dat water een grondrecht is. En in bepaalde landen staat het ook gewoon in de grondrecht dat water een eerste levensbehoefte is. En dat iedereen daar altijd toegang zou toe moeten hebben. Andere kort waternieuws dan. Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunia die heeft wat problemen in het water. Namelijk in de Maas. Daar halen ze normaal gesproken water uit. En daar zijn ze mee gestopt. Omdat daar bestrijdingsmiddelen in zijn gevonden. Ze halen het nu uit de lek. Nou, en hoe Nederlandse bedrijven normaal aan drinkwater komen. Dat lees je bijvoorbeeld ook in ons boekje. Het gaat over oppervlaktewater en grondwater. Nou, en hoe dat zit, dat lees je op dinsdag in dit boekje. Dus ze bladeren hem vooral door, want zo leer je nog eens wat. Ook over het water in Nederland. Ja, het is ongekend hoe makkelijk het is hoe wij hier in Nederland aan schoon drinkwater kunnen komen. Hoe ver moet jij eigenlijk thuis lopen voor je eerste beste portie drinkwater? Nou, als ik denk als ik op de bank zit in de woonkamer en dan de kraan is in de keuken. Dus ik denk, nou, 15 stappen. 15 stappen. Ja, dat is helemaal niks. Nou, onze razende reporter Wilfred, die ging op pad met zijn jerrycans. Deze grote hier. Hij ging naar Utrecht om de mensen te laten ervaren hoe het is om meer dan 15 stappen te zetten voor een dosis schoon drinkwater. Goedendag, wij staan vandaag in Utrecht Centrum voor de actie Waterkracht van Dorcas. Met deze loeizware jerrycan. En we gaan aan mensen vragen of ze een stukje met deze jerrycan willen lopen om eens te ervaren hoe het is om moeite te moeten doen voor je drinkwater. Want meer dan 2 miljard mensen ter wereld hebben geen schoon drinkwater. Oké, we gaan eens wat op zoek. Hoe ver moet jij lopen voor een glaasje water? Ik denk al een metertje of 7. Dat is zwaar, hè? Nou, valt wel mee. Gelukkig hoef ik niet met jerrycans. Nee, hebben een kleine challenge voor jullie. Kijken of jullie hier 10 meter mee kunnen lopen of misschien een rondje om die boom. Wil je dat proberen? Ja. Maar als het nou niet lukt dan? Dan hebben we nu. Nee, dit gaat niet lukken. Nou, nu 7 kilometer. Succes. 7 kilometer? Nee, een rondje om de boom. Oh ja, nou dat gaat wel lukken denk ik. Oh, wat goed. Wanneer had jij voor het laatst heel erg dorst? Vanochtend. Okay. Maar ik was gisteren stappen. Maar het is wel. Hoe ver moet u lopen thuis om voor een glaasje water? Ja, 3 meter natuurlijk. 3 meter? Ja, ja, ja. Het zijn dus mensen die elke dag 7 kilometer moeten lopen. Zo'n bizar idee. Ja. Super zeg. Hij is zwaar. Ja. Ja. Lekker water voor jou. Kom maar beestje. Kom dan. Kom maar bij oma Wilfred. Dag jonge mannen. Is het lekker? Zeker. Wil je een beetje water bij patatje? Ja. Ja? Heb je een fles? Makkelijk hoor dit. Maar water ook gebeurt, altijd blijven lachen. Is water belangrijk voor jullie? Absoluut. Ja? Ja. 2 miljard, weet u hoeveel nullen achter die 2 staan? Dat zijn er 9 als ik me niet vergis. Heel goed, we kunnen weer terug hoor. Ah, oké, dat is al 10 meter. U doet dit vaker lijkt het wel. Ja, met een bak bier. Maar eind van de avond loopt hij nog niet meer zo recht. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Hallo, mag ik jullie een hele korte challenge geven? Wij zijn bezig voor het goede doel van Dorcas, waterkracht. Omdat meer dan 2 miljard mensen in de wereld geen schoon drinkwater hebben. Hoe ver moeten jullie lopen voor een glaasje water? Nog niet eens 10 meter. Ja. Ja, Mentor die wil natuurlijk even laten zien hoe sterk die is. Oh, hij weegt. 8, 7, 8, 9. Ja, ik vind het helemaal goed. Applaus. Actie Waterkracht. Zo, mijn werk zit erop. Nu staan jullie. Drink een week lang alleen maar water voor mensen die geen of weinig toegang hebben tot schoon drinkwater. Hoe je mee kan doen? Kijk op www.dorcas.nl/water. Yes, you jerrycan! Wie wil het nog een keer proberen? Ik moet in de bus halen. Je moet de bus halen, oké. Okay. Dat was Wilfred vanuit Utrecht. Nou Aniek, ik heb nieuws. Ik heb hier een jerrycan.
Hij is nu leeg, maar zou jij als deze vol is hier ook een paar kilometer mee kunnen lopen? Nou, ik vind hem nu eigenlijk al zwaar. Ja, bizar hè? Uh-huh. Nou, er zijn ook veel mensen die dat ook ontzettend zwaar vinden en dus ook graag meedoen aan actie Waterkracht. En er zijn een paar motivaties ingestuurd. Want als je aanmeldt, dan moet je je motivatie invullen. Nou, en dat hebben we een paar van binnen gekregen. Dus laten we een paar doornemen? Ja. Corja en Jinke zeggen, wij doen mee omdat we het hier in Nederland zo goed hebben. En door hier aan mee te gaan doen, hopen we een klein beetje de moeite te ervaren die deze mensen zonder schoon water dagelijks hebben. Erwin zegt, ik wil meeleven met de mensen die geen mogelijkheden hebben tot schoon drinkwater. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Jan zegt, schoon drinkwater is essentieel. Het is zo oneerlijk dat dit niet voor iedereen beschikbaar is. Het is onze christenplicht om te delen van onze overvloed die we van God ontvangen hebben. En Willemijn zegt, het is een goede praktische actie. Niet alleen maar geld geven. Het past goed in de 40 dagen tijd. Samen met mijn gezin doen we ook mee. Ja, super mooi om al deze motivaties te lezen. Wat Willemijn ook al zei, ik doe mee met mijn hele gezin. En daarvoor is de actie ook bedoeld. Iedereen kan meedoen. En daarom staan in het actieboekje leuke puzzels, een kleurplaat, waterfeitjes. Voor iedereen is iets leuks om te lezen. Ja, je doet niet zomaar mee aan al die puzzels. Want wat je kan winnen is namelijk deze exclusieve Dorcas dopper. Nou, en die wil je hebben. Nou, stuur je mailtje, stuur je antwoorden in via info@dorcas.nl. En wie weet is die dopper van jou. Nou, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van het eerste waterjournaal. Maar we hebben ook nog het weer voor je. En dat doen we speciaal met onze weerman Dirk. Dirk, hoe is het daar buiten? Wat kunnen we verwachten dit weekend? Dirk, hallo. Ja, nou, lieve mensen. We staan hier in het altijd geweldige Almere. Hier gebeurt altijd wat. En zeker bij dit kantoor van Dorcas. En ik mag het weer met jullie bespreken. En vandaag, het is geweldig. Het is zonnig. Het is genieten van het weer. Maar morgen en overmorgen, ik kan het niet anders maken. Veel water. Veel water. Maar heel veel water betekent ook heel veel waterkracht. Dus lieve mensen, geniet ook van het water. Vandaag van de zon en morgen van het water. Drink water, geef water. Ontmoet. Dit was het waterjournaal van 18 maart. Het volgende waterjournaal is vrijdag om 4 uur. Tot dan. Bedankt voor het kijken. En wij proosten hier nog even op een portie schoon drinkwater. Cheers.